Hans Landsbergen uit Meijl is zaterdag tijdens de algemene ledenvergadering gekozen tot nieuwe voorzitter van het CDA Peter Maas. Hij was daarvoor vicevoorzitter van de partij. De positie van de voorzitter kwam vrij nadat Mustafa Amhoutsch in januari Peter Oskam opvolgde in de Tweede Kamer. Nou, ik denk dat we de afgelopen jaren heel veel van Mustafa geleerd hebben. En ik ben ervan overtuigd dat we in gezamenlijkheid deze heel goed ingevuld krijgen. Fred Bongers en Martin Peters zijn tijdens de ledenvergadering gekozen tot nieuwe bestuursleden van de partij. Landsbergen is gekozen vanwege zijn grote netwerk en ervaring binnen de partij. Hij geeft in een telefonische reactie weer dat het belangrijk is dat een lokale partij goede verbindingen heeft met de provincie en Den Haag. Hans Landsbergen is afkomstig en woonachtig in de kern Meijl. Hij heeft verschillende agrarische opleidingen afgerond en is op dit moment agrarisch ondernemer.